Hallo, het is een kort bericht voor de goed verstaander. Er is een podcast, is ook op YouTube geloof ik, Ice Age Farmer. Als je die beluistert, dan kom je erachter hoe het staat met de agrarische handel, het boeren gewoon, voedselvoorziening. En daarin was ook het bericht dat in Italië hebben ze een probleem. Er is geen blik. En dat betekent dat als straks de tomatenoogst van het land gehaald moet worden, dat het nergens heen kan, omdat er geen verpakkingslijnen zijn. Nou, er zullen er mensen zijn die denken van, nou ja, als er geen tomaat in blik is, dan koop ik het toch wel vers. Je hebt misschien nog wel lekkerder ook. Nou, dan wacht je nog een verrassing, want dan is ineens je tomaat is heel duur geworden. Nou, dan kom ik het wel in glas. Gezeefde tomaten. Nou, kun ik je nu al vertellen dat in de supermarkt nu is hier een actie. In de aanbieding. Gezeefde tomaten, passata, voor 89 cent. Alle soorten, ook biologisch. Die biologische is er niet. Dus ik heb de meneer van de winkel een bonnetje laten uitschrijven voor 8 van die flessen. Dat is heel bescheiden. Dus als die flessen weer terugkomen, dan kan ik ze voor de aanbiedingprijs kan ik ze daar afhalen. Maar dat is nog te bezien. Andere mensen, mijn volgers, die snappen het donders goed wat hier gaande is. Als er geen blik is voor tomaten, dan is er geen blik voor andere producten ook. En die snappen ook dat als één verpakkingsmiddel wegvalt, er is geen blik, dat dan ook plastic verpakking en glas en weet ik veel, folieverpakking, metaal, nou, het valt allemaal weg dan ineens. Dat betekent dat een heleboel producten gewoon niet verpakt kunnen worden. Dus prijzen gaan omhoog, omdat die producten die anders op de markt waren, die lagen te rotten in het veld. Dat hebben de communisten ook een keer geflikt. Dat even om het volk goed onder de knoet te krijgen, deden ze dat. Gaan we eens kijken naar de Holodomor. Dus, heb je een tuin? Zet er wat te vreten in. Heb je geen tuin? Zet het in de vensterbank. En sowieso ga je eens zakken rijst kopen, pulvruchten en allerlei andere dingen die lang te bewaren zijn en die je niet zou willen missen op het moment dat het allemaal niet meer in de winkel ligt. Ik heb nog even met die bedrijfsleider gesproken en hij vertelde dat er al meer gaten in zijn assortiment gevallen waren. Die vallen misschien nog niet zo erg op, want het rijtje waar die biologische passata, die gezeefde tomaten, hoort te staan, ja, het is een smal strookje. Ze hebben het niet, dus al die andere flessen die staan nu in dat vak. Dus je ziet geen gaten. Maar bijvoorbeeld zure augurken, die heb ik niet kunnen vinden. Dit is mijn salades. Die moet ik dan maar zonder zure augurken gaan doen. En zoetzure augurken, die wil ik niet. Maar die zijn ook alweer in beperkt aanbod. Want ik koop biologisch. Ga maar eens kijken. Dus wat ik wil zeggen, lieve kijker, bereid je voor. Ik hoop dat jullie wisten dat dit eraan kwam. Ik vrees dat we er naartoe gaan. Hou moed. Blijf kijken. En graag tot de volgende keer. En zoals ik altijd zeg. Eigen verantwoordelijkheid. Geloof niets. En onderzoek het vooral zelf.